Dames en heren, het is weer zover. Welkom bij de Schaatstaxi. De show waarin elke aflevering een interviewer al vragend een schaatser naar zijn bestemming brengt. Een interview voor onderweg. Hey, Heerenveen, Karin. Je woont hier nu een jaar of? Volgens mij iets van 13, denk ik. Ja, 13 jaar woon ik. Dat is al best wel lang. Dus ik ben bijna Fries, zeg maar. Bijna Fries. Is dat een titel die je ambieert of Fries? Oh, nou, ik vind Friesland wel echt heel mooi. Dus ik vind het wel mooi om hier te wonen. Ja, maar Karin, je komt oorspronkelijk helemaal niet uit Friesland, want je bent geboren in Rotterdam. Ja, ik ben geboren in Rotterdam en toen ben ik als kind verhuisd naar Duitsland, naar Hamburg. En vervolgens weer terug naar Rotterdam. En toen daarna heb ik bij elkaar 3, misschien 4 jaar in Friesland gewoond. Dus in Gautum, vlakbij Leeuwarden en een jaartje in Leeuwarden. Dus, en daar ben ik wel begonnen met schaatsen. Want dat was zeg maar in de winters van 85, 86. En dan ligt hier in Friesland best veel ijs. Dus toen ben ik begonnen met schaatsen. Dus in die zin liggen mijn schaatsroutes liggen absoluut in Friesland. Dat te maken met de Elfstedentocht dat jaar, of was dat toeval? Ja, goed, ik had toen zo'n ik was 7, 8, zoiets. Dus dat is een leeftijd wel dat je zeg maar in aanraking komt met een sport en die je dan ook wel of niet leuk vindt. En voor mij was dat schaatsen, ik was echt meteen verkocht, zeg maar. Dus ik mocht van mijn ouders geen noren hebben eerst. Maar dan leende ik die van een vriendinnetje, zodat ik dan nog bijna in het donker stiekem aan het schaatsen was. Dus ik vond het wel meteen echt heel erg leuk. Dat kan ik me ook nog wel herinneren. Niet alleen uit foto's of plakboeken, maar ik kan me dat gevoel nog herinneren dat je gewoon in je eentje nog even heel lekker aan het schaatsen bent. En dat is nog steeds hetzelfde gevoel wat ik nu ook nog steeds wil, wat ik nog steeds heb. En waarom ik het zo mooi vind. Je hebt ooit wel eens gezegd dat je eigenlijk dat plezier, dat koester je nog steeds. Dat wil je eigenlijk nog steeds. Hè? Elke race, elke week eigenlijk, elke dag. Ja, en dat is soms, dat wil ik wel altijd heel graag. Maar je kan het niet helemaal afdwingen. Denk ik. Zoals in Sochi daar was het gewoon, weet je dan, je traint daar naartoe, dus je werkt gewoon echt naar vorm toe. En dat, als je dan daar op mooi ijs aan het trainen bent, en dat is wel redelijk ultiem, zeg maar. En dat realiseer ik me dan ook wel eens op dat moment. Dat ik denk van, wow, ik denk niet dat ik nog, zeg op dat moment, tot nu toe ben ik nog nooit, heeft het nog nooit zo goed gevoeld. Dus dat smaakt ook naar meer, zeg maar. Je hebt natuurlijk 8 jaar gehad, je was 27 volgens mij toen je in Turijn reed. Ja. 8 jaar later rij je dan in Sochi. In welke opzichten ben je veranderd zelf in die tussenliggende jaren? Moeder, hè? Dat verandert je sowieso, hè? Nee, dat verandert je wel, maar als schaatser zelf. Ik denk dat ik sowieso vroeger elke keer alleen maar, hoe moet je dat goed zeggen? Een beetje ging zoeken ook naar dat ultieme en dan vergat dat ik de weg daarnaartoe misschien het belangrijkste is. En dat je daar ook heel veel plezier aan kan beleven. En dat je dingen gewoon maar moet doen en dat het dan ook wel goed komt. En dat is wel, daar had ik vroeger meer moeite mee. En dat heb ik niet zozeer denk ik alleen in schaatsen geleerd, maar ook in een studie die ik deed naast mijn werk en naast de sport. Hey, je zegt, je bent veranderd als schaatser, maar ook als mens. Ben je anders tegen dingen aan gaan kijken, andere beleving? Ja, je wordt ouder, maar dan wordt iedereen. Dus je bagage en je referentiekader wordt breder, waardoor je misschien ook makkelijker kan relativeren. Ik weet niet of dat altijd een voordeel is. Maar ja, op het moment dat je kwetsbaar opstelt, in mijn ogen kun je dan op je best zijn. Maar is het ook, het is niet voor niks kwetsbaar. Ja. Over kwetsbaar gesproken, ik zag je vlak voor je race in Sochi. En toen vond ik je echt optimaal kwetsbaar eigenlijk. Kwam toen alles samen eigenlijk? Hoe ging dat? Ik was gewoon wel al een paar. Ik leg mezelf een bepaalde druk op. En ik. Dat had ik al een aantal dagen. En op dat moment, ik voelde als het ware dat ik. Door die druk op een gegeven moment je kan sterker worden, hè, van adrenaline, maar het kan je ook een soort van verlammen. En dat gevoel had ik. Ik denk, ik had het zelf gewoon in die zin niet helemaal onder controle. Ik realiseerde me ook pas in Sochi waarom ik in Turijn zo slecht was. Gewoon eigenlijk doordat het heel herkenbaar was. En dat kom je in de rest van je leven eigenlijk nooit meer tegen.
Dus ik heb mezelf, ja, die druk en dat gevoel dat je zo goed wil presteren, dat heb ik, dat kom ik niet tegen mijn werk. Dat is wel jammer, zou ik heel graag willen, maar ja, dat is wel, dit is toch, in principe is het bijna het hoogst haalbaar, in ieder geval voor mij wel in de sport. Ja. Dus dan wil je ook alles aan jezelf. Dus achteraf, een, dan, hoe je het zeggen, heeft het een heilzame werking gehad ten opzichte van je ervaringen van Turijn in alle opzichten? Nou ja, heilzaam niet. Ik denk dat het gewoon nog een leer erbij is, maar dat het wel dingen op zijn plek vallen. Weet je, en ik heb zelf nooit van Turijn, daar baalde ik gewoon heel erg van dat ik het, nou, dat ik het had laten, dat ik het niet had gedaan. Weet je, dat ik baalde van mezelf. En ik heb ook nooit anderen daar de schuld van gegeven. Het was echt, ja, ik vond het zo erg. Waarom kan ik dat nu niet? Waarom niet? En ik vond dat heel lastig om dat te herkennen. En opeens in Sochi komen wel zoiets van, oh ja, ja. En dan kom je terug en dan ben je de beroemdste mama van Nederland. Zo ongeveer. Ja, het is natuurlijk altijd, alles is betrekkelijk, hè. Maar gewoon hartstikke leuk wel. Ja, ik kan niet zeggen dat dat niet leuk is. Als mensen blij naar je toe komen en je een hand geven. Iedereen die je ziet is blij in de eerste week. Dus dat is hartstikke leuk, daar word je zelf ook blij van. Ja, en iedereen, heel eerlijk zeggen, dat denk ik althans, dat iedereen ook heel erg blij werd van het beeld van jou en Annemijn. Ja, dat was echt, maar dat was voor mij ook echt wel heel speciaal. Ja, zo nuchter als ik anders kan zijn, had ik het toen wel even moeilijk, zeg maar. Dat gebeurt niet vaak volgens mij. Nee, en ik, maar ja, als ik echt heel blij ben, dan ben ik ook, dan ben ik op die manier blij. Dan, ik zal nooit heel hard gaan schreeuwen of dan is het zeg maar. Tranen van blijdschap, zeg maar. Dus dat, ja, dat is wel heel ultiem gevoel. Je komt zo dicht bij jezelf in die hele weken en dan, nou ja, dat moment. Maar daar hoorde dat moment ervoor ook bij. Gewoon, ja. Ik denk, puurder kan je zelf niet zijn, zeg maar.